Hey, liggen. Lig op de grond, politie. Yo kijkers van SysGames, super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video van Eroga bij de politie op mijn kanaal. Vandaag gaan wij op pad met een unmarked auto, die gaan jullie zo zien uiteraard. En we zijn vandaag op pad met een onherkenbare collega. Ik heb hem geen naam gegeven, ik denk dat we hem gewoon lekker Edo noemen, want Edo gaat bij de politie. Heel logisch, ja. Oké. Nou, wij gaan dus met Edo op pad. Doe een like als je er zin in hebt. Reageer wat jij van de LSPDFR episodes vindt uiteraard. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan gaan wij van start met onze surveillance, hè. Ik heb me als het goed is al ingemeld. Als de 2208. En hier buiten staan nog wat auto's op de stoep. Er staat een Mercedes. Ik zal er even langs lopen. Even kijken, en als we melding krijgen, dan gaan we zo snel mogelijk naar mijn voertuig toe. Maar er staat hier een Touran en een Mercedes van de politie. Die Mercedes heb ik zelf gemaakt. Heb ik ook een keertje in gelivestreamd, volgens mij. En ja, ik heb er heel veel zin in, dus wij lopen richting de garage gewoon rustig aan. Nou, trouwens, laten we dat even wat sneller doen. Want anders moeten jullie zo lang wachten. Oké, ik weet niet waarom die daar steeds zegt, not enough cash, but oké. Dat maakt me niet zoveel uit. En kijk, hier staat hij dan. Het is een BMW X5 onherkenbaar. Ik vind dit een super vet voertuig. Deze vind ik echt heel ziek. We gaan eventjes een stukje naar voren. Zal ik jullie eventjes een lichte demonstratie geven. Blauw, blauw. Oh ja, wacht. Daar moeten we eventjes nog wat voor doen. Zo. Kijk, en nu is blauw, blauw gefixt. En dan zie je aan alle kanten lampjes. En vooraan ook de witte grillflitsers. Komt omdat hij uit Groot-Brittannië komt. Tenminste, oorspronkelijk was Brits. En er zit uiteraard ook een gevaarslicht op. Nou ja, een meerdere gevaarslichten. Aan de voorkant zit niks daarbij. Dus dit is gewoon puur om de weg af te zetten. En ja, die blauwe lampjes kan ik ook alleen aanzetten. Maar dat vind ik een beetje nutteloos. Dus wij gaan gewoon op start met onze surveillance. En ik ga eens kijken of ik een melding kan krijgen. Ik kan zelf geen meldingen forceren ofzo. Oké, weet je, ik zie jullie zo bij de eerste melding. Oké, we hebben onze eerste melding. En dat is een persoon die onder invloed is. Een artikeltje 8, als ik dat goed heb. Dan gaan we eventjes snel richting de snelweg. Daar zou die rijden. En dan gaan we hem eventjes een stopteken geven. En kijken of die mee wil werken. We moeten er wel even wat gas achter zetten. Want hij rijdt al wat verder. Zit nog een onherkenbare eenheid achter. Nou ja, een collega die gewoon geen surveillance heeft op het moment. En die heeft even gemeld dat hij iemand nogal bezopen achter het stuur zag zitten. Dus we gaan kijken of we er zo snel mogelijk bij kunnen komen. Hij zou hier links zijn. Ik zet alvast mijn blauw-blauw aan. Ik zie dat mijn radio nog op dat knopje staat. Dus die moest ik heel eventjes uitzetten in de tussentijd. Zo, en dan mag blauw-blauw er weer af. Ik kom nu volgens mij wel in de buurt. Dan zouden hier ergens een voertuig moeten rijden die een beetje slingert. Oh ja, kijk eens aan, dat is hem. Dat weet ik wel zeker. Oké, dan gaan wij hem een stopteken geven. Zo, en maar snel ook. Ho, ho, ho. Ja, oké, laten we alles er maar op gooien. Blauw, blauw. En hij gaat er inderdaad ook meteen vandoor. Nou, geweldig. Onze eerste achtervolging deze episode. Dat wordt wat. Ik roep er alvast een opvallende eenheid bij. Zou wel handig zijn. Misschien is het wel VP, dan laat ik die de achtervolging leiden. Maar ze ziet het er niet naar uit. Het is gewoon een Touran van de politie. En wij zetten gewoon het gas erachterop. Even kijken of we hem een beetje bij kunnen houden. Jullie zien trouwens een hele sikke visuals mod. Ik heb een Make Visuals Great Again 2.0 er inmiddels ingezet. Ik hoop dat we hem bij kunnen gaan houden. Hier rijdt een collega van mij in de nieuwe Touran. Ik heb motion blur aanstaan, dus vandaar dat hij nu zo wazig is. Ja, zal ik even rechts langs gaan als het lukt? Even kijken, even wat gas erachter zetten. Maar we moeten het uiteraard ook veilig houden voor de overige wegbestuurders. Dus vandaar dat ik een besluit ga maken om hem straks te pitten. Moet ik alleen even wachten op een veilig plekje. En dat is hier. Nee. Pit 1 mislukt. Oké, maakt verder niet uit. Ja, inboxen dat gaat niet echt met de collega's die we hier hebben. Met die collega's die werken niet echt mee namelijk. We kunnen het wel proberen. Kans dat het lukt. Oh. Het is gewoon gelukt. Rennen. Oké, ik ga erachteraan rennen. Te voet.
Ren nog een collega mee. Politie, staan blijven. Nee, daar luistert hij niet naar. Daar had ik al verwacht. Ho, hij wordt aangereden. Oké, ik pak mijn... mijn stick erbij. Hey, liggen. Liggen op de grond, politie. Liggen, nu. Oké, hij ligt, hij ligt. Mocht hij het worden. Oké, we hebben hem nu in de boeien geslagen. Gelukkig zonder enigszins een vuurwapen of taser of zoiets te pakken. Dat scheelt wel. Dan ga ik hem even meenemen richting die toeran daar. Eventjes snel, meneer, want het is hier niet zo veilig op het moment. Oh, die toeran is er alweer vandoor gereden zonder haar collega. Nou, dat is mooi. Die rijdt dan maar met het transportje mee. Ik moet ook mijn eigen sirenes nog uitzetten. Dus ik laat hem hier zo zitten. Zo. Dan bel ik een touwtruck. Even kijken. Touwtruck. Zo, die komt er ook aan. Dan zet ik eventjes snel mijn sirenes uit. Zo. Die zijn uit. En dan wachten we even. Kijk, daar is de touwtruck. Die neemt hem dan nu mee. Waarschijnlijk. Oh nee. Er komt vanaf daar een touwtruck. Insecure load. Nou, die gaan we inmiddels in de tussentijd pakken. Zo, gooi alles er maar weer af. Kijk eens aan. Oké, nou, dan zetten we de radio weer uit. Een vehicle met een insecure load. Een wit busje zou het moeten zijn. Ik zet hem hier wel neer. Ja, dat zou hem wel zijn, denk ik. Ja, daar ga ik achteraan. Even kijken. Zo. Gas erop. Ik heb zo'n vermoeden dat dat hem is. Die witte bus daar. Even kijken. Want het verkeer rijdt natuurlijk. Dus we moeten vooruit kijken. Even kijken. Zou dit hem zijn? Gewoon even stopteken geven. Nee, het is hem niet. Ja, hoe gaan we daar komen? Sirenes aan. Dat is de enige optie, lijkt me. Ik zat even na te denken. We hebben dat busje net aan de kant gezet, maar dat was dus de verkeerde. Dus we moeten nu snel bij de goede zien te komen. Even kijken, kan ik hier oversteken? Oké, ze stoppen allemaal netjes. Dat is wel mooi. Zo. Hier moeten we zijn. Vol gas erop als het nu kan. Kijk eens aan. Dat is een betere werk. En dan gaan we hier rechts aanhouden. Ik heb mijn knipperlicht... hotkeys uitgezet, dus die kan ik nu even niet gebruiken. Puur omdat die op K en L staan en dat heeft ook van alles met ELS te maken. Maar oké, we gaan even zoeken. Het zou dus gaan om een wit busje, radio eruit en bla bla uit. Ja, ik zie daar iets rijden volgens mij verderop. Een stukje in first person. Dat ziet er wel redelijk aan. Nou ja, half. Hey, kijk eens aan. Dit gaat natuurlijk niet, hè? Kom op, hé. Laten we maar een stopteken geven. Zo, even de gevaarslicht hier aan. Hij heeft knipperlicht naar links uit. Oké, nou ja. Ik zet wel even door middel van mijn auto zo de weg af. Even een veilige werkplek maken. Kijk, en dan kunnen wij nu even gaan praten tegen meneer hier. Hoop ik dat hij er deze keer niet vandoor gaat. Vorige ging er dus wel vandoor. Hallo meneer, ik ben Ero van de politie. Zal ik even uw ID-kaart mogen? Kijk eens aan. Nou ja, oké. Okay. Hallo Jamal Carter, bent u? Oké. Okay. De reden dat ik u aan de kant heb gezet is omdat u een lading bovenop heeft die niet erg recht staat. En die u zelf ook niet mag transporteren met dit busje. Dus daar kunt u niet verder mee rijden. Die zal u eraf moeten halen. U mag dus even uit het voertuig stappen. Dan kijken, kan ik hier verder met u praten of kan dat niet? Even kijken, hallo. Hallo meneer, mag ik verder met u praten? Heb ik nou echt alles nu alweer gesloopt? Even kijken, andere kant. Oké, okay, nou weet je, ik ga het zo doen. U kunt uw lading hier laten ophalen door een andere collega. Uw auto wordt in beslag genomen. Daarbij zult u ook een boete ontvangen voor de lading die er zo scheef op staat. Uw kentekenbewijs, even kijken. Ik ga het heel eventjes invoeren in het systeem. Dat gaan we dus heel eventjes fictief doen.
Nou ja, fictief. Ik ga ook even scanteken na laten trekken. Kijken of daar niks mis mee is. Zo. 2-6. ITT 500. ITT 500. Ah, dat klopt niet helemaal. VTT 500. Oké, okay, 2-6 VTT 500. 2-6 VTT 500. Zo, kijk eens aan. Nou, we hebben hem even nagevraagd. Dat is allemaal goed. Oké. Okay. Nou, dan wordt uw auto in beslag genomen. Ja. En de lading uiteraard ook. Dat kunt u dan... de lading kunt u op laten halen hier. En de boete zult u krijgen. En de auto komt later terug. Dat wordt beslist door het Openbaar Ministerie, volgens mij. Als ik dat goed heb. Dan wens ik u nog een hele prettige dag toe, meneer. Kijk eens aan. Nou, dat hebben we in ieder geval volgens mij al redelijk opgelost. Pakken we de auto er weer bij. Zetten we de gevaarslichten weer uit. En dan gaan wij weer met vervolg. Oeh. Past allemaal maar net. Het past allemaal maar net. Zo. En ja, dat gaat goed. Oké. Okay. Nou, dat is dan verder goed. Gaan we eventjes hier rechts kijken of we hier iets zien. Kan ik hier doorheen? Nee, dat is het rijspoor. Dat vind ik niet zo handig. Hier verderop is volgens mij wel een plekje waar ik er tussendoor kan. Dat zou hier moeten zijn. Ja, nee, dat is het ook niet. Nou ja, dat maakt dan niet uit. Dan gaan we daar helaas niet doorheen vandaag. We gaan in ieder geval gewoon lekker rustig gaan verder surveilleren. Ik hoor een collega met sirenes aankomen. Oké. Okay. Radio uit, we hebben hier een achtervolging. Oké. Okay. Ho! Aanhouden. Ho, politie, lig op de grond. Hey, politie, staan blijven. Lig op de grond. Hey, staan blijven. Liggen. Dodelijk vuur gebruikt. Er moet nog een verdachte zijn. Oké, okay, ambulance deze kant op. Zo, dat ging in één keer heel snel. Ik heb trouwens die dingen niet kunnen fixen, die piepjes. Misschien kan ik ze nu even in mijn geluidssettings uitzetten. Ik weet niet waar ze onder vallen. Nee, dat valt onder geluid, onder die effecten. Dus dat gaat helaas niet. Ambulance deze kant uit, hoop ik, dat die eraan komt. Ik vraag er nog één. Want waarschijnlijk moeten er twee mensen getransporteerd worden. Dus ja, daar wachten we even op. Die ambulance hebben trouwens politie sirenes waarschijnlijk. Omdat er gewoon ELS op staat. Ja, kijk, er komt er al eentje aan. Een Tigris. Zo. Met de politie sirene. En er komt er nog een aan. Hier zo ligt die... oh, die andere is inmiddels al gebergd. Oh nee, er ligt er nog een. Daar gaat de andere ambulancechauffeur kijken. En dan in de tussentijd wachten wij hier even. Ik weet trouwens niet wat dat is met al die random gloed wat om die gezin zweeft. Daar kan ik zelf niks aan veranderen helaas. Nou, dan wachten we wel even. Ja, die andere ambu gaat er weer vandoor. En dan handelen zij het verder af met de opvallende collega. Wij gaan gewoon weer verder met onze surveillance. En dan zien we het vanzelf allemaal wel. Dus ja, we gaan even verder kijken. Even een nieuwe melding forceren. Kijk, iemand die niet wil betalen. Dat vind ik een leuke melding altijd. Dus daar gaan we heen. Even die hier omheen. Nou, we rijden hier wel rechts langs. Anders moet ik daar keren. En dan is dit denk ik toch net iets sneller. Oké, okay, misschien niet helemaal. We pakken wel die weg terug. Zo. Sirenes aan. Iemand wil niet betalen. Zou mogelijk al geweld zijn gebruikt, hoor ik net van het OC. Dus het lijkt me wel gunstig om daar even wat gas achteraan te zetten. Trouwens, dit is een vraag naar jullie. Stel, hè, jullie willen weer dat ik ga werken met dat ik echt daadwerkelijk word opgeroepen door het OC. En dan met een melding erbij. Dat vind ik uiteraard ook leuk om te doen. Het is alleen maar net wat jullie willen. Dus stel, jij wil dus dat als ik een melding krijg, dat je dan eerst door de puntje of het OC aan de... Laten we zeggen de 2208, wat we ook in het begin van de episode zeiden. Dan nou, de melding. En dat ik dan daarna zeg van ja, de 2208, ik ga aanrijden het over. En dat zij dan dat hebben begrepen als het ware. Dat het echt met het daadwerkelijke radioverkeer gaat. Als jullie dat willen, het geeft natuurlijk weer een ietsjes realistischere tint aan de LSPDFR. Dan laat het me weten. Als je het niet wilt, dan
Ja, dan moet je het laten weten van nee, dat hoeft niet. En ik zou er wel even bij zeggen van dit gaat over dat OC-systeem als het ware. Want anders dan denk ik van nee, dat hoeft niet. Waar gaat het over? Weet je wel, dat heb ik nogal vaak. Even kijken. Wij rijden gewoon snel verder richting de melding. We komen nu in de buurt, dus ik zet mijn sirenes uit. En dan kijk hier tussendoor zo. Gevaarslichten aan. Zo. Oké. Hallo, ik ben Ido van de politie. Goedendag. Ik hou alvast mijn taser hier zo ready, want ik zie het alweer gebeuren. Dus als ik hem nu zo pak... Zo, oké. Ze moet betalen van de mens hier. En er zou haren naar eten zitten. Haren. Ze laat een foto zien. En er zit inderdaad een haar in. Ja, het is wel zo van... Ze moeten wel hun eten gewoon netjes serveren. Dus ik vind dat die mevrouw weg mag gaan. En dan is het zo opgelost. Dan mogen jullie allebei het gebied hier verlaten. Ja, winkelier, die mag natuurlijk weer terug de winkel in. Dat is de eerste melding die dan echt netjes is opgelost vandaag. En natuurlijk ook de achtervolging die we in het begin hadden. Dus ik vind het helemaal goed zo. Wij zetten het oranje licht ook weer uit. En dan gaan we weer verder met de surveillance. Eens even kijken of we nog wat andere gebieden kunnen pakken waar we normaal niet rijden. We kunnen wel even de parkeerplaats langs gaan. Misschien zien we daar nog wat leuks. Moeten we hier rechts? Dat is de verkeerde slagboom. Wow. En die gaan natuurlijk niet open, dus die beuken we maar open. En dan pas als je ze een tikje geeft, dan gaan ze open. Zo zit dat hier helaas. Maar nou ja, we zien het wel. En we krijgen een melding van een stolen police vehicle. Zo. Rechtsaf, oké. Okay. Hij weet niet dat ik onherkenbaar ben, dus... Oh, hij rijdt hier onder ons. Dat is vervelend. Blauw aan. Oké, dan gaan we maar even gas erachter gooien. Dan wil ik er heel snel zijn als dat kan. Zo. Rechtsaf. Hij rijdt er nog steeds onder. Zo, even kijken. Ja, ik zit even te kijken hoe ik daar ter plaatse ga komen. Ik ga gewoon deze kant uit. Ik zet mijn blauw uit, want hij rijdt er zo langs. Inderdaad, daar rijdt hij. Het is een opvallende eenheid. Het is een Touran. We keren. We gaan erachteraan. Ik geef hem nu een stopteken. En hij gaat er vandoor. Ja, tuurlijk. Ik was onopvallend hoor. Hoe kan jij mij nou herkennen? Ho! Oké. Schoten gelost vanuit die auto. Ja. Ze schieten op mij. Dus ik denk dat ik het heel snel moet gaan aanpakken. Ik wacht op een veilige plek. En dan ga ik voor het pitten. Oké. Hier zo, pitten, kom op. Auw, er wordt op mij geschoten. Ja, dit is echt bijna niet realistisch af te handelen. Dus ik ga gewoon hier nog een keer pitten. Bedgevee. Achter de deur, hey, blijf nou... Oh. Oké, ja, dat gaat dan niet meer. Dat was even een te slow manoeuvre. Ik rijd er even hier links langs. Zo. Gas erachteraan. Ja, dit gaat in het echt nooit zo snel, een achtervolging. Tenminste, het kan wel gebeuren dat het zo snel gaat. Maar de politie-eenheden zullen in het echt niet zo snel erachteraan rijden. Oké. Schoten gelost. Politie, staan blijven. Oké. Liggen op de grond. Liggen op de grond, hey. Hij maakte een verdachte beweging. Een collega heeft hem een tik gegeven.
Ja, ze zijn allebei helaas weer om het leven gekomen. Ik vraag hier de ambu heen. En dan handelen zij het maar verder af. Daar ben ik nu niet voor. Ik heb gewoon een goede surveillance te draaien. Zij zijn van de noodhulp hier. Dus ik ga gewoon met vervolg. Beetje asociaal, maar dat maakt verder niet uit. Komt de ambu al aan. Dan hebben we weer een melding. Deze vind ik wel interessant. Suspicious activity near an ATM. Dus dat is een verdachte situatie bij een bank. Dus bij een... Bij een bankautomaat, een pinautomaat. Dus gaan we even snel kijken wat er aan de hand is. Kan maar zo zijn dat ze een plofkraak willen gaan doen. Dus wij zijn erheen gestuurd. Wij zijn onopvallend. Dus het leek mij wel verstandig dat we die dan even aannamen. Even kijken. Oké, het zou hier moeten zijn. Je zou ergens de getuige moeten zijn. Oké, ik ga gewoon links. Ja, daar is hij. Daar is de getuige. Hallo. Wat is er aan de hand? I was across the street and saw a man spending a lot of time at the ATM. Hoe zag hij eruit? Hispanic male. Ik zou mijn god niet weten wat dat is. Oké, hij was aan het lassen bij de ATM. Dus bij de bank. Waar is hij heen gegaan? Hij is Hatchback Park nearby. Oké. Hij zit dus in een auto op het moment. Het Dinka Blista. De plate, dus de... Oké. Dan weet ik zo genoeg. Bedankt meneer, mag ik nog even uw ID-kaart? Dan kunnen wij u altijd later nog bereiken. En dan kunt u hier nog, als u dat wilt, een aangifte doen. Wilt u dat? Ja, oké, dat doet hij. En dan schrijft hij het even voor ons op. Oké, Ginger Street. Nou, er komt er een collega nog een kant op. Dan gaan wij in ieder geval snel zoeken. Daar zou die zijn. Dat is niet zo heel ver, de Ginger Street. Een klein stukje verderop. Daar gaan we dan ook snel heen. Oké. Gooi maar even mijn blauw-blauw aan. Dat is snel langs kunnen. Ik zet hem nu uit. Oké. Wij kijken uit voor een Blista. Met een plaat die eindigt op 049. Ja, dat was hem niet. Ik zat even in volle concentratie. Zo, dat merkten jullie ook al, want ik was in één keer verdacht stil. Hé, die rijdt de stoplicht aan. Die zal er wel even wat voor krijgen, een boete of zo. Oké, even gas erachter. Hij zal een stuk verderop kunnen zijn namelijk. Daar rijdt geen Blista links van ons. Ook niet, dus ik ga dan rechtdoor. Standigste keuze, denk ik. Ja. We gaan toch nog maar even een kijkje nemen hier bij de ATM. En als we een locatie-update krijgen, dan spreek ik nu of al... Ja, daar ga ik niet achteraan. Als we locatie-update krijgen, dan spreek ik nu alvast met mezelf af dat we daar prio 1 zonder toestemming in ieder geval heen gaan. En als we toestemming kunnen krijgen van... even kijken. Nou, we gaan even kijken of die het doet. Ja. Oké, ik heb nog wel wat geld. Maar er is niks mis mee. Lijkt me. Hallo, mag ik u even spreken? Nee. Oké, nee. Dan ga ik gewoon verder. Hij zou nog steeds bij de Ginger Street daar ergens... 345. Nee, dat is hem niet. 843. Nee. Dat was trouwens dus de Blista die jullie daar zagen. 738. Nee.
Ik denk dat ik meer moet uitkijken naar rijdende blista's. Zoals deze hier. Dat is geen blista. Goed zo, Edo. Knap weer, knap. Oh, even kijken. Gas erachter. Daar rijdt er een blista. Tenminste, zo lijkt het van een afstandje. ...047. Ik weet niet of dat het nou was. Misschien ook wel. Even kijken in die brief. Oh! Dit is hem. Stopteken geven. Zo. We hebben stop aangezet. Even rijden, meneer. Goed zo. Wat doet hij? Wat doet hij? Hey. Hey. Stoppen. Zo. Wat u daar nou in één keer deed. Mag ik even uw ID-kaart, meneer? De reden dat ik u staande hou is omdat u mogelijk verdachte bent van een verdachte situatie. En ik ga u wel even nakijken. Even kijken of alles in orde is. Ja, oké. Okay. Meneer. Even kijken. Seize vehicle. Nee, dat gaan we niet doen. Dat wordt straks wel gedaan. U mag gaan uitstappen, meneer. En dan mag u even blijven staan. Dan heeft u nog keuze om mee te werken. En als u dat niet gaat doen, dan ga ik het met geweld doen. Dus u mag even liggen op de grond. Goed zo. Ik schijn even een lamp op u, zodat u wat licht erbij heeft. Nou ja, dat is dus puur omdat ik anders een gun moet gebruiken en ik daar geen zin in heb. Dan bent u bij deze aangehouden voor het verdacht zijn van het kraken van een bank. Daar komt het op neer, van een bankautomaat, pinautomaat. Dan zult u op worden gehaald en... gaat de officier van justitie of de hulpofficier van justitie u toetsen of de aanhouding terecht was? Als dat zo is, dan wordt u waarschijnlijk vastgezet. Dan zorg ik nog wel even dat uw auto wordt afgesleept en dan nog een prettige dag. Even kijken. Een touwtruck. Kijk eens aan, die komt eraan. Dan zie je dat wij de bumper van onze auto flink tegen die van hem aan hebben gezet. Dus even kijken of we zelf wat schade hebben. Nee, dat ziet er allemaal wel goed uit. Dan gaan we gewoon weer rijden. En dan... we gaan niet rijden. Ik ga er een einde dienst van maken. Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van deze video van LSPDFR. Het was weer een tijdje geleden. Maar hey, daar zijn we dus weer geweest. Als je nog niet hebt geliked, doe het dan even door op die like knop te klikken. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag bij de volgende aflevering. Later.